Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe van Dishonored DLC, The Knife of Dunwall. En de vorige keer waren we gebleven bij dat deze man met zijn vervelende muziekbox mijn krachten blokkeert. En dus ook de krachten van Billy Lurk, waardoor ze gevangen is genomen in zijn... Oké, dus wij hebben hier een hele mooie granaat met stikstof. Choke dus, stikstof, vrij vertaald. No, stikstof is ook een natuurlijk element en dat is grappig, want ja, stikstof. Oké. Okay. Dus we gooien hem hier in het midden. Dan ga ik ze allebei gewoon disorient. En dan ga ik naar de Reaper Scorch. En we zijn niet ontdekt. Praat met Billy. Nee, ik ga eerst even naar de Occult Markings. En het is eindelijk gelukt. Ik heb heel vaak de intro overnieuw gedaan. Het is heel vaak fout gegaan. En nu verbrandt die vervolgens. We gaan even terug naar onze journal. Gaan we even kijken naar wat de note says. Note namelijk. We hadden een... waar staat die? Red Poison van Leather. Granny's Recipe. The port side eye of the wheel nearly dead. Plop into the pot crisply and red. Weeper, weeper, weeps no more. Laid to rest on a blood-edged floor. Do it for me, Darien, and we give you a birthday thread, Granny. Dus wat wij nu hebben gedaan, we hebben die pot, ding in die pot gestopt, die weeper neergegooid, en dan krijgen we een rune. En we hebben net niet genoeg om Blink niveau 2 te kopen, daar hebben we nog één rune voor nodig, maar in de volgende missie kunnen we een rune kopen van een mannetje van ons. Oké, maar dat is de beste combi ever, Blink en Agility, dat je hoger kan springen en verder kan blinken, mooi zo. Thank you. Graag gedaan. Go. I'm worried they sent for the hounds. Daar gaat Billy snel. You think you'll get your own squad? After what happened last night, never doubt it. Oké, en daar zijn we. Oh. We zijn er. Billy. I'm still trying to figure out why you let the Empress's bodyguard go. Nou, misschien omdat het verhaal anders helemaal vervelend en verpest is. What's got into you? En daarom omdat ik aardig ben. Ik heb ze gewoon laten leven. I know it pretty well. Dan kom jij goed van pas en mag jij met ons meekomen. The Timsh family is practically at war with itself. Talk to his niece Talia. Nou, dat zal ik zeker doen, mevrouw Billy. I should probably tag along when you go. Crazy rich people are buying up a lot of that Sokolov security technology these days. Ja, want dat is helemaal hip. Koop nu Sokolov security. I might be useful. En wees altijd veilig op Walvis Olin. Oké, zullen we weggaan of zullen we blijven? Ik dacht aan weggaan, want we hebben toch alles al gedaan wat we kunnen doen. Dus zijn we niet ontdekt en hebben we niemand vermoord? Ja, het is gelukt. Perfect. Perfect, alleen de unconscious body is found, maar dat mag, dat mag. We hebben niet alle runes, alle bone charms en niet al het geld. Nou ja, perfect, perfect score voor mij. Perfect score voor mij. Delilah once painted portraits for Barrister Arnold Timsh, a corrupt aristocrat who uses the legal powers to evict families from their homes and claim property for the Lord Regent, based on false accusations of plague. Barrister Timsh's niece Talia hates him. She has promised to help to locate Delilah for a prize. Meet with her to find out what she knows. Okay. Dus as a young girl, Delilah was a baker's apprentice in Dunwall Tower. Zal ik je zo vertellen? Oh nee, het zal ik laten. Years later, a painter in Sokolov's circle. Barrister Arnold Timsh paid her to paint portraits. Him, I knew. A nobleman, born rich. And now he was making a second fortune, seizing the assets of plague victims for the Lord Regent. But Barrister Timsh was also fighting a private war with his own niece. Something to do with the family fortune. Lurk was probably right. Gemene koppen. We needed to speak with the niece first. Her feud with the old barrister was something we could use. I got a message to the barrister's niece, and she claimed to know things about Delilah that no one else did. But the knowledge would have a price. Ja, dus wij moeten iets voor haar doen. I wasn't surprised. Ja, en dan doet zij wat voor ons. I went to meet her. Okay, dus we Delilah Copperspoon. Nu we een beetje weten wie het is. Zij zou je verrassen.
is ook aangeraakt door de Outsider. Echt iedereen die magische kracht heeft en een beetje belangrijk is, heeft de Outsider gezien. Doubt, Corvo, Granny Rex, Delilah en een onbekende jongen. En Morse Sullivan, de Torturer, die heeft hem ook ergens gezien. Maar oké, daar gaat het allemaal niet om. Nieuwe upgrades available. Good for you. Gaan we kopen. We gaan heel veel sleep darts kopen. Denk ik. Sleep darts. En favors. We kopen een rune drop-off. Dan hebben we gelijk genoeg voor Blink 2. Will order delivery. Dat is niet handig, want we gaan niemand doodmaken. Dus nee, dank je. Upgrade sleep dart capacity. Die wil ik. Die wil ik sowieso. Die moeten we hebben. Sleep dart capacity. En dan kunnen we er... Hoeveel? 13 mee nemen. Oké. Dit is goed. Dit is heel goed. Oké, start mission. Kijk, nu gaat Billy lurk daar die gast even wurgen. En als we iedereen hadden vermoord en high chaos, en het was nu al high chaos, dan had ze hem vermoord. En zou zeggen, ja, one. He'll snore for an hour. En ja, maar als het high chaos was, had ze gezegd dan, ja, één lijk meer of meer zou niet uitgemaakt hebben. Just past the wall of light. Maar dat is nu niet, want we spelen in low chaos, want we gaan niemand vermoorden. En niet ontdekt worden. Weet je wat, we gaan gewoon proberen de hele aflevering, de hele reek niet ontdekt te worden en hebben we een hele mooie achievement. Wee! Kijk, ik vind het echt stoer dat je hand ook nog steeds licht geeft terwijl je zwemt. Ik vind het echt gewoon... En je ziet ook de Outsider Mark door Douds handschoen heen. Kijk, dat is echt stoer. Kijk, zie dat. Oh, stoer. Oké, de tijd staat stil, maar toch lopen we met lucht leeg. Klopt dat? Ja. Een rune! Assassin's Note. As requested. Oké. Dus nu. Blink niveau 2. Of Agility niveau 2. Blink, Agility. Blink. For a longer distance. Yeah. Oké. Nog voor een langere versnelling. Kijk hoe ver we kunnen. Super ver. Oké. Dus we kunnen daarheen, op die richel. Kunnen we nu zeker weten waarheen Blink kan letten. En daar is een wall of light, dus als we daar doorheen blinken, dan zijn we dood. Oké, dat was een hele verspilling van Sokolov Elixir. Maar ja, we gaan het toch niet echt gebruiken, want we gaan toch niet gewond raken verder. Oh, dit wordt moeilijk om niet ontdekt te worden hier. Who's paying for those clothes? You're threatening the wrong person. If I were you, I would. Dus even een void case gebruiken om te zien wie hier allemaal is. Really? Oh, daar ligt een border. Daar ligt een border. Probably some mansion on Clavering, right? Come on, let's have it. Or I start cutting. I'm calling you now. Walk away. I told you we were coming. Get him, boys. Wake up, damn it. It's just a matter of time, buddy. We hopen dat hij ons niet ontdekt heeft. Oké, wie hebben we hier allemaal? Talia's bodyguard. Ja, die heeft hem niet goed gebodyguard, want hij is dood. Look at you. The Master Assassin. Dank u wel. So you want dus jij bent belangrijk, ik ben veel belangrijker. Well, dus we kunnen gewoon het hele verhaal skippen en gewoon over mij gaan praten. I require only two things. Get rid of my uncle and bring me his last will and testament. Ik ga niemand vermoorden! Ik ben er wel een assassin nu als Doubt, maar ik ga niemand vermoorden. Want ik ben lief. And I'll pay you cold hard coin for your trouble. Ik ga hem gewoon op een andere manier uit de weg zien te ruimen. In de gevangenis gooi ik manipuleer hem zo dat hij in de gevangenis terecht komt of zo. Dan doen we dat maar. Maar we gaan niemand vermoorden, want wij zijn lief. Oké, niks in de hele ding. Nou, die ligt te snurken. She had everything she could ever want. What did she do with it? Oké. Dus wij gaan hier omhoog teleporteren en blinken. Of dat allebei. Stupid goddamn.
Ik hoor hier een rune. Of een bone charm. Bone charm. Verder is er niemand. Oh kijk, sleep darts, choke dust. Ja, kijk. Dat is een goede afleiding, die choke dust. Bone charm. Crew Nancy, take the world from her greedy hands. Lay it before the black-eyed groom. Cut sharp, cut deep, red drip drop. Let's, last and least, burn it in half of a lawless man. Do this for me, diary, and I will give you a birthday treat. Okay, we hebben wat voor bone charm. Whirlwind, ja, oké, okay, dat is hartstikke handig, maar we gaan het zwaard toch wel niet gebruiken. Dus, wij zijn hier klaar. Er is ook nog een boodschap daar, dus het lukt wel. Het lukt wel wat. If you ask me. Kijk, hier is een rune. Ergens. Wacht hier zo. En bone charm. Overpowering. Very easily to win contested interaction. Ik snap niet wat ze daarmee bedoelen. Let me know if you want to take my patrol. Wat voor bijzonder zit er daar in de... Bijzonders lag er daar ook alweer, ik weet het niet meer. Oké, okay, draai je om, zodat ik je kan burgen. En dat geld mee kan nemen. Draai u om! Draai u om! Nu onmiddellijk. Kom op, draai je om. Goed zo. Rustig slaap. Sleep. Kunnen dat mee, en dat mee, en dat mee, en dat mee. Someday I'll be the one who can afford this stuff. Kom maar mee. We hebben hier even een stapeltje agenten. Oké, dus dan hebben we die hoed nu en dan moeten we terug. En dan pakken we even deze stuff allemaal. Oké, zo, pouch. Dan gaan we zo terug. Snel, want er komt niemand. Daar naartoe. Gaan we daar naartoe. En staat er daar iemand? En dan ga ik even naar de... Want volgens mij was daar een hele belangrijke run die we anders zouden gaan missen. Het is niet van niks een playthrough, dan moet je ook echt alle geheimtjes laten zien. Run. Alsof het niet waar is. Meenemen. Dus we gaan eerst hierin en dan gaan we naar de Legal District. En dan komt het allemaal goed en dan wordt het allemaal vrolijk en blij. Naar beneden, Doud. Naar beneden. Niet in het water springen, want misschien ga je dan dood. En dan worden die kijkers niet vrolijk. Meespringen. Goed. Je bent niet dood. Applaus. Applaus voor Doud, degene de hij die de assassin moet leren. Veel Doud, veel. Doud, die assassin who lived.
kijk, heel veel zouden zeggen, waar ligt hij nou? Ja, weet je wel, hij ligt hier niet, maar toch ook wel en toch niet. Hij ligt erachter. Tuurlijk. Oké. Dus we hebben Shadowkill, Bloodthirsty, Fatality. Nee, allemaal niet handig. Dus we gaan Bend Time. Nee, we gaan voor Agility 2. En we hebben de ketting weer hoor. We hebben een hele mooie ketting gekocht voor Madame Iemand. Ik ken Madame Iemand niet. Nee, voor Billy Lurk hebben we hem gekocht. Voor Billy Lurk hebben we een hele mooie ketting gekocht. Ik ben benieuwd of ze hem net zo leuk vinden als ik. Er zit niks in, hadden we kunnen zien, want ik ben Dark Vision aan het gebruiken. Ik bedoel, hoe heet het nou? Void Gaze. Void Gaze. Sir, what is it? I just wanted to say congratulations. Oh, wacht, daar is een header turf. Nee. Dan moet ik eerst de header turf gaan halen. Dat is vervelend. Dan moet ik weer helemaal terug. Was ik even vergeten. Het leven geeft je geen limoenen, dus je moet er zelf. Je moet zelf. Het leven geeft geen sleutels, dus je moet zelf sleutels gaan halen. Ik wou dat het leven wat aardiger was. Hatter Turf. Zij hebben een sleutel. Het gaat alleen heel veel sleepards kosten, dat is niet omdat ik. Any person with information that leads to our discovery will be granted a substantial reward. Hebben we. Nice. Er zijn nog drie. Ik moet even naar buiten en je ziet dat lijkt. You asleep. Maybe get up. Maybe you're a loser. Hebben ze. Business. Is anyone there? En burger. En ik heb je. Sorry dat ik zo stil ben, dames en heren. Het is gewoon dat ik me niet concentreer op het sneak en ja, en ze lekker laten slapen. Waar is die laatste? Hatter Turf, dat is gewoon iets, een noot die ze hebben achtergelaten, denk ik. Ik moet hier naartoe, wacht, ik neem eerst van alle shizzle mee. Oh, niet hierheen. Oep, slaap maar. En zo hebben we de hele squad uitgeschakeld, zeg maar. Oké, we hebben de Hatter Housekey. To-do list. Look at one. Look at one place. Get even. Give him a Crackston. That kiwi nicked from the white scatters inside the legal district. Brush my teeth this week. Ja, je moet natuurlijk één keer in je week je tanden poetsen. Luister naar de Hatters. Hatters. Natuurlijk is het gezond om één keer in de week je tanden te poetsen. Dus je moet het duidelijk even leren praten over hygiëne. Kijk, ik als assassin, ik poets elke dag mijn tanden. En goed ook. Elke dag minstens twee keer. En dan hebben we hier de sleutel die we nodig hebben naar de Legal District. En dan hebben we weer iets voltooid wat we niet willen voltooien. En dan zijn we allemaal weer blij. Licht. Oh. En hoppatee. Hier naartoe. En de ene gozer ziet me ook echt niet. Oké, dan zijn we daar. Dan moeten we weer daar naartoe. En dan kunnen we kunnen heel snel kijken of we. Het leuke is als je dat. Oh, kijk, ze zijn gewoon weg. Veel beter plan. Waarom heb ik al die moeite net gedaan? Oké. En daarnaartoe. To the Legal District.
En dan hebben we nog 3 minuutjes. Gaan we even met een gozer praten en dan zit de aflevering denk ik weer op. Ja. Oké, we zitten hier tussen. Scout up ahead. Maybe creepy in the duisternis aan het. There's an equipment stash on the rooftops nearby. We've been anticipating doing a hit on Timsh for some time. I know. Have to see. Yeah. We'll earn some gold on this one. I'll meet you up ahead. Ja, maar ik ga hem niet vermoorden. Dat zeg ik al heel de tijd. Hoor ik hier een bone charm? Falling Star, krijgen we alle adrenaline voor, ja. Oh, drop assassinate geeft je een bit of mana. Oh, dat is hartstikke handig, maar dat heb ik niet. Oké, we moeten met deze man praten hier. Hallo. It's Dowd, isn't it? You wouldn't be in this district unless you nee, were after Timsh's head. Nee, het is Corvo Atano. What do you want? Revenge. Ik ben de Lord Regent zelf. To do to Timsh what he did to me. Waarom I want him homeless, a victim of one of his own eviction documents. I've prepared one, complete with the forged signature of the Lord Regent. Yes. Dus we kunnen hem zo non-lethal uitschakelen. It's right next to Timsh's estate. Here's the address, but I doubt you can get inside from the streets. There you'll find my journal, which contains the entire plot and everything you'll need. But you're a businessman like I once was. I don't expect you to do this for free. If you do go to my apartment, you'll find something stashed there. Consider it your payment in advance. Oké. Dus hij gaat ons betalen om hem gewoon echt in de gevangenis te zien belanden. Dus dat gaan we doen. Gewoon, hij geeft ons ook extra dingen en leukere dingen. En nog meer leuke dingen. Eigenlijk krijgen we alleen maar leuke dingen ervan. Dus waarom zouden we het dan niet doen? Legal Plaza. Kijk, hier is die abandoned apartment. Oké. Een statue van de Lord Regent. Fuck jou. Sorry dat ik dat zei, maar fuck jou. Dat is nou de reden. De Lord Regent is vervelend, ook heb ik zijn bevelen opgevolgd als Dowd. En dit is verwarrend. Kijk, voor mensen die het niet weten, je hoort nu een rune. Maar waar is de rune? Hij is achter het schilderij. Of. Bedankt, rune. Wat kunnen we nu kopen? Agility 2? Nee, wat hebben we? Weer een rune te weinig. Je hebt altijd een rune te weinig om iets leuks te kopen. Ja, hier is de abandoned apartment. Hier is wat we nodig hebben. The Ronald's Journal. Eviction document. Oké, wil je het lezen? Zet het op pauze. Oké. Het is namelijk te veel om te lezen namelijk. Oké, we hebben 20 coins! Maar nee, dat krijg ik maandelijks betaald. Dat krijg ik voor een hoofd af te hakken. Wat niet echt veel is. Oké, laat maar. Weet je wat, we gaan even de andere kant op. Want we gaan waarschijnlijk niet overleven dat we... Oh, we hebben hele stealthy boots. Oh nee, laat maar. We maken heel erg herrie met lopen. Oh, verkeerde. Ik had Dark Vision aan. Nee. Dat is echt een fail. Ik had blink kunnen gebruiken. Billy, laat me weer schrikken. Oké. Renaissance notes. Oh ja. Het is tijd. We nemen dit allemaal mee. Sleep darts. Dingen. Choke dust. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. En vergeet niet te abonneren als je sowieso de stuff leuk vindt die we doen op dit kanaal. Dus ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Volgende keer meer Dishonored, waar we Barrister Timsh even helemaal de weeps laten krijgen, als je snapt wat ik bedoel. En heel veel stikstof gaan gooien. En gaat sneaken. En we gaan het in onze hand snijden om een rune te krijgen. Dus we gaan hopelijk deze missie afhalen zonder dat we ontdekt worden. Dus tot de volgende keer. Dowd uit.